Waarom kun je het onderste puntje van een cornetto beter niet opeten? Dit is de Universiteit van Nederland. Zo, cornetto's. Wie heeft er nog zin? Ik ga er zelf eentje nemen en dan ga ik hem uitdelen hier. Dus... Uh... Laat maar rondgaan, zou ik zeggen. Zo. We gaan eens beginnen aan het bovenste van de cornetto. Kijk, als je die cornetto eet, wat ik niet ga doen, dan heb je chocola. Nu, chocola, zoals dit hier, zo'n chocoladereep, als je daar de samenstelling zou van bekijken, dan zie je dus dat daar vetten in zitten. En je hebt verschillende soorten vetten. Kan ik het even aan jou geven? Dank u wel. Dan heb je van alle soorten vetten. Heb je hebt verzadigde vetten en je hebt onverzadigde vetten. Ik heb hier molecuulstructuren meegebracht die verzadigd vet moeten voorstellen en onverzadigd vet. Laten we eens beginnen met verzadigd vet. Dus dit molecuul, dat heeft hier blijkbaar een soort slierte. drie slierten aan zo'n rood hoofdje, en die zien er een beetje recht uit, een soort van spaghetti -slierte. Dus dit is een vetzuur molecuul, en dit is verzadigd, koolstof, koolstof. De wit zijn waterstof en die maken allemaal enkelvoudige bindingen. Dit is dus een verzadigd vetzuur. Omdat die allemaal mooi naast elkaar liggen, kan je wel inbeelden dat zoiets vast is bij kamertemperatuur. Dus dit is bijvoorbeeld wat je zult vinden in boter. Nu, dit is een onverzadigd vet. Dus hier dat terug dat. Uh Hoofdje, zullen we maar zeggen, van het molecuul. En dan heb je hier terug die slierte. En hier hebben we dus terug onverzadigde uh, vetzuurketen En opeens hebben we hier iets met een dubbele binding. Koolstof, koolstof. En wat je ziet is, dat zit een knik in. Nu, die knik betekent dus dat je dus niet mooie spaghetti's hebt, maar er is elke keer zo eentje die een zijkant maakt. Dus ik kan je wel inbeelden dat dat, als je die allemaal zou proberen op elkaar te leggen, dat dat dus niet goed gaat lukken. En dat betekent dus dat die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Nu, wat heb je dus voor? Dus je hebt hier dus een verzadigd en onverzadigd vet. En wat zie je dus nog staan op zo'n chocoladereep? Dan zie je ook staan, soms, dat er nog iets op staat dat noemt transvet. Nu, wat is een transvet? Dat moet ik nu eens gaan uitleggen. Nu laat ik nu mezelf eens een keer als een vetzuurmolecuul me inbeelden. Dus ik heb hier een staart, hier een staart en hier is koolstof, koolstof enkelvoudige binding, verzadigde binding. Dus ik ben mooi recht, een spaghetti sliert. En ik kan gewoon die allemaal pakken en dan ben ik vast, boter zullen we maar zeggen. En nu maak ik hier koolstof, koolstof een dubbele binding. Wat gebeurt er is, drekt zoiets. Een knik. Ik ben een cisvetzuur. Nu, kan je, dit is dus vloeibaar, dit is gezond, dit is, komt voor in de natuur, een plantaardige vetten. Maar hier heb je nog een variant van. Je kunt ook hebben dat dat staartje, deze, dat die zo zit. Dat lijkt wel al erg op iets dat recht is. Zoals mijn verzadigd vet. Nee? Dat betekent dus dat hiervan mijn smelpunt een beetje hetzelfde is als een verzadigd vet. Nu, dit transvet is ongezond. Kan hart- en bloedvaatziekten veroorzaken. Dus dit is gezond, cis. Trans is ongezond. En verzadigd, ja, als je er niet te veel van eet, valt het ook wel mee. Dus, wat doe je eigenlijk? Je probeert er nu voor te zorgen dat je controle hebt over vloeistof vast. Olie pak je boder. En dat betekent dus dat je moet proberen ervoor te zorgen dat je de hoeveelheid aan die verschillende soorten knikken kunt gaan controleren. Want als je dat kunt doen, kun je het smelpunt van je chocola controleren via de samenstelling van die vetten. Nu, waar komt die? Olie vandaan, Deze olie bijvoorbeeld, die komt van velden, zo mooie velden die je kan zien. En Daarop heb je raapzatolie. Je kunt hebben olijfolie, maar olijfolie gaan ze niet gebruiken voor chocolade. Want olijfolie heeft een erg scherpe smaak, of een heel karakteristieke smaak. Dat betekent dat dat, dat zal meegaan in je chocoladesmaak. Dat is dus niet wat je wil. Dus ga je raapzatolie, zonnebloemolie... Of uh, palmolie. dus Die gaan we dan gebruiken om dit te doen. En dus heb je deze vloeistof. En die wil je dan omzetten in iets vast. En daar heb ik een foto van, waarbij je de startvloeistof links en die wil je omzetten. In iets vast. En hoe doe je dat? Met de hulp van catalyse. Wat is catalyse? Katalysator is een stof die we een reactie toevoegen om een reactie te versnellen. Die na reactie onveranderd wordt teruggevonden. Katalyse wordt heel veel toegepast. Katalyse overal. Katalyse wordt gebruikt om brandstoffen te maken, om plastics te maken, om meststoffen te maken. Maar ook in de voedingsmiddelindustrie. En die worden gebruikt om bijvoorbeeld deze vetten te harden. De oliën. De plantaardige olie om te zetten in iets vast, het smelpunt te veranderen. En die katalysator die ziet er als volgt uit. Dus hier heb je een soort van zwarte koffiebonen. En die gebruik je daarvoor. Nu, die reactie werd in 1901 uitgevonden door Wilhelm Norman. Dit is meneer Wilhelm Norman. In 1901 had hij een nikkelkatalysator gevonden... Die samen met waterstofgas en deze onverzadigde vetten kon omzetten in deze verzadigde vetten. Nu, als je zijn labnotities bekijkt, dan had hij deze opstelling gebouwd. Links die plantaardige olie, rechts witte vaste stof verzadigde vetten, en in het midden die katalysator, die ik daar straks al getoond heb, dit, koffiebonen, zwarte koffiebonen, zullen we maar zeggen. En op de achtergrond zien we zo'n glazen opstellingen. Wel, je kunt wel inbeelden, de hoeveelheid chocolade die we al vandaag hebben opgegeten, dat met deze opstellingen het niet zal opschieten. Dus tegenwoordig doen ze in reusachtige vaten, en die reusachtige vaten zijn wel 20 tot 40 meter groot. Hier zien we op deze foto drie van deze vaten, en wat we nu gaan doen is we gaan nu in zo'n reactorvat kijken wat er daar gebeurt. En we gaan dus inzoomen op wat er gebeurt wanneer zo'n vetzuurmolecuul gaat reageren in zo'n katalysator. We zoomen nu in, we kijken nu naar die partikel en we gaan nu een reis maken waarbij we het vetzuurmolecuul Laat dat onverzadigd laten reageren. We duiken in de wereld van moleculen en atomen een miljardste meter en dan zie je dus een metaalbol, een nikkelbol. Daarop landt dat onverzadigde vet. Je ziet die waterstofatomen naar die dubbele binding gaan. En dan zien we een omzetting van een, van een onverzadigd naar een verzadigd vet. Een dubbele binding wordt gehydrogeneerd in aanwezigheid van de waterstof. Maar hier zie je ook dat er andere reacties gebeuren. De reactie die je eigenlijk niet wil hebben, dat die opgaat. Wat er nu gebeurt is, er gaat maar één waterstofje heen. Het draait. Cis wordt trans. en gaat terug weg. En wat we hebben is, we hebben cis-trans. We maken dus van de gezonde een ongezond vet. Dus je hebt dus tijdens de reactie van die vetzuurmoleculen, die onverzadigde vetten, die gaan op, dat op die katalysatorbol landen. En dat kun je, ofwel gaat die hydrogeneren, wordt die helemaal omgezet naar een verzadigd vet, wordt die vast, zullen we maar zeggen. En je kunt ook hebben dat die dus zo wordt. van zo, 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 zo. En dat is wat je wil. Dit is wat je wil, en dit wil je niet. Dus dat betekent dus dat. We gaan nu eens gaan dat proberen dat hier voor te doen op deze nikkelbol. En ik heb hier een partikeltje, een nikkeldeeltje, een katalysator. in die katalysator hier waar ik induik. wat je hebt is hier dus dat molecuul. Wat dat molecuul gaat doen, die gaat hier met zijn dubbele binding op dat oppervlak zitten. Waterstof komt langs, één waterstof hierop. Tweede waterstof hebben we. Een verzadigde binding gemaakt. Die verzadigde binding die wil daar niet graag op zitten en dan molecuul gaat weg. En zo gaat het dus terug het volgende, terug het volgende en zo gaat het door. Nu de vraag is: waarom is het dan niet zo goed om het onderste van dat cornetto, dat cornetto puntje op te eten? En de reden is. Herinner je dat ik vertelde van je wil controle hebben over je smelpunt van je vet in chocola? Je wil ervoor zorgen dat het niet te snel smelt, maar ook niet te traag. Dus als ik nu met mijn Cornetto die ik daar juist weggegeven heb, zou met mijn tong gaan likken daaraan, dan moet je wel zorgen dat als je daaraan likt dan gaat die chocola smelten. En je wil wel hebben dat hij juist smelt, want als hij te traag smelt en je zou ervan eten hebben, een zandige smaak. Dat wil je niet. Je wil hebben dat hij net goed gaat smelten. Dat hij lekker, smeuig zacht wordt. Nu, mijn kleine kinderen, die, als ze die chocola hebben, dan uh, weet ik al wat er gaat gebeuren. Dan zitten ze helemaal direct vol met chocola. Maar dat is dus ook, als je dat zou onderaan vasthouden, want zo heb je je horen vast, je zit er dus aan... Okay. En dan betekent dus dat je hier met je hand zit en er zit het dus op te warmen. Je wil niet hebben dat er zit allemaal de chocola uit te gaan, dus moet je er zorgen dat het smeltpunt iets hoger is. Dat je ervoor zorgt dat het iets minder gemakkelijk gaat smelten. En hoe kunnen we dat doen? Door mijn samenstelling van mijn vetten aan te passen. En hoe moeten we dat doen? We moeten ervoor zorgen dat we dus niet te veel meer van die onverzadigde vetzuren hebben. En dus meer verzadigde vetten. En dus is het bovenste wat gezonder dan het onderste. Nu, vroeger was het zo dat je daar ook soms transvetten. Ik heb hier een foto van een fudge die ik uit Amerika heb is meegebracht. En daar staat dus eh, transvet anderhalve gram. Dat ziet er me niet zo gezond uit. En dat wordt ook momenteel verboden. Dus momenteel zie je dus dat in de voedingsmiddelenindustrie het helemaal wordt weggebannen, transvet, omwille van gezondheidsredenen. Dus in dat puntje zit op dit moment ook geen transvet. Wat je probeert te doen, is dus ervoor te zorgen dat je de hoeveelheid, verzadigd, onverzadigd, mooi in evenwicht brengt, zodat je het smeltpunt of het smelten van de chocola kunt gaan controleren. In het volgende college ga ik vertellen hoe we plastics kunnen maken uit biomassa.